Yo boys en girls, vandaag gaan we reageren op kleine broertje van Raoul. En ja. Oké, we zitten in de video en we gaan. De video begint nu. En jullie zien, ik heb de video al een keer gezien. En hij begint eigenlijk in de zetel, in de tuin van de bankzitters. Waar het eigenlijk om draait is dat ze in september uit het huis, uit het bankzittershuis moeten gaan. En dat ze nu, dat Raoul nu, dat Raoul nu een liedje maakt. En ook omdat Robbie heeft hem ingehaald op YouTube. En daar hebben we ook een nummer toe gemaakt. En we gaan nu luisteren. En het is in première gegaan op 8 maart. En wij zijn nu 25 maart. Dus ja. En Raoul en Zino en Russo heeft het geproduceerd. Het zwembad van de bankzitters. Dumpy. Kleine broertjes worden groot. Ey. Man, wat gaat de tijd hard. Oké, dus. Het gaat eigenlijk om dat Robbie Raoul heeft ingehaald op YouTube. Maar nu heeft Raoul hem terug ingehaald. Dus ja. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje. Jij blijft altijd in mijn hart. Kleine. Oké, wat daarmee bedoeld met de lijn is. Na 2 jaar samen wonen, ze hebben 2 jaar in de bankstudentenhuis gewoond. Dan, op dat moment, gaan ze 2 jaar wonen 2 jaar samen. En gaat Robbie terug naar Eindhoven met zijn vriendin wonen, dacht ik. Of ja. Broertjes worden groot, ey. Man, wat gaat de tijd hard. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje. Jij blijft altijd in mijn hart. Jij blijft altijd in mijn hart. Vroeger was ik je voorbeeld. Weet nog dat we jouw eerste Junko daar kochten. Oké, toen werd Robbie 18 en heeft hij daar een jonkel gehaald. En ja. Zag je bij tegenslagen slippen door bochten. Grappig dat we soms zelfs om abonnees vochten. Zag je vrouwen verslinden, ze waren niet de minste. Ik liet jou gaan, ook al zag ik het niet in ze. Ontmoette je ex, een kwartje ex in de bek. Oké, ja. En zie je, dat is een video van Raoul, geloof ik. Dat bij Robbie koopt. En ik was daar toen je zei, ik maak voor haar nooit meer plek. Ik maak voor haar nooit meer plek, nu ben ik. Ja, dat was eigenlijk ook wel waar, dat hij dat toen zei. Trots je te zien bij de ware. Jou te zien als een zoon door een vader. En al ben je mij voorbij, ik hoop dat je terugkijkt en terugdenkt aan al onze kleine verhalen. Broertjes worden groot. Man, wat gaat de tijd hard. Die video is eigenlijk al wel goed in ingestoken. En ik vind het eigenlijk ook. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart. Kleine broertjes voor de groot, ey. En die. Wacht, hè. Waar stond die komt? Groot, ey. Man, wat gaat de tijd hard. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart. Dat is op de bankzittersvakantie in Benidorm gemaakt, denk ik, dat filmpje. Kleine broertjes worden groot, ey. Man, wat gaat de tijd hard. En dat is in Almere Haven natuurlijk. 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. Ook al is het maar een eindje, jij blijft altijd in mijn hart. Kleine broertjes worden groot, ey. Oh my god, Robbie, wie is dat? Raoul? Man, wat gaat de tijd hard. Ja, dat was Raoul. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje. En je ziet dat op Robbie zijn kamer opgenomen. Voor de mensen die de bankzitters volgen, dat is op Robbie zijn kamer opgenomen. En ik vind dat eigenlijk wel een goede opname aan een goede kamer. Oké, en nu is daar Roze gebeurd, zoals ook in een video. En dat is PSV logo, en hier is Robbie terug. En Robbie is natuurlijk een Messi fan. Oké, Google Home. Iets van een crème. Eeuw. Kleine broertjes worden groot.
Man, wat gaat de tijd hard. Lucky Graaf, die pet jullie ook al, maar die is niet meer bekijkbaar. Zijn kastkant een tv, wauw, ja. Zijn PSV logo. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje, ook al is het maar een eindje. En ja, jullie zien, ik heb mij gesneden, zeg ik, maar ja. Maakt niet uit, het is niet geen deel van de video. Jij blijft altijd in mijn hart, kleine broertjes voor de groot. Ja, Matties en Polo? Ja, dat is Matties en Polo. Man, wat gaat de tijd hard. Na 2 jaar samen wonen ga jij terug naar eindje, ook al is het maar een eindje. Jij blijft altijd in mijn hart, jij blijft altijd in mijn hart. Oké, deze video vond ik eigenlijk al sava wel. En ja, ik ben misschien een beetje laat bij deze party. Maar ik vind het echt een leuke video. Een van de catchiest songs dat echt bestaat van Raoul. Natuurlijk zijn ideale schoonzoon, zoals jullie hier zien, is ook wel een redelijk goede video. Een redelijk goede, was toen bij de district dingen. Maar nu, deze is wel heel goed. Ik heb hem nu volledig geluisterd. En ja, ik zou hem nog eens beluisteren. Geef jullie mening hier van deze, van dit liedje. En zeg eens een ander liedje waar ik misschien de volgende keer op kan reageren. En tot dan ben ik je boy, altijd Dylan. Joejoe!